Goedendag, mijn naam is Joost Aerts. We gaan naar berekenen per centum. A procent van B betekent we delen A door 100 maal B. Dus A door 100 maal B. 3% van 200 betekent we krijgen 3 gedeeld door 100. Dan maal 200. Ja. 200 gedeeld door 100 is 2. Ja. Dan krijg je over 3 maal 2 is 6. Dat is dus 6. Ja. Hoe is 3% van 75? Dan doe je 3 gedeeld door 100 maal 75. Of 3 maal 75 gedeeld door 100. Dus je uitrekening krijg je 2,25. Dat is 225 is 2,25. Nu 100%, 120% van 80 betekent opnieuw 120 deel door 100 maal 80. Of 120 maal 80 deel door 100. Ja, de uitrekening, dan krijg je, als je het uitrekent, 96. Ik dan 600 deel door 100 is 96. Ja, gewoon de 150% van 200, dan doe je 150. Maal 200 gedeeld door 100, dus 150 maal 200 gedeeld door 100. Als je uitrekent, dan krijg je 300. Nou, dus 3000 gedeeld door 100 is gelijk aan 300. Nu, tweede eigenschap, dit is a procent van b. Ja. Nu, 1 vierde is 25%. Ja. 1 vijfde is 20%. Enkele voorbeelden. Ander voorbeeld, 1 tweede is 50%. Ja. En bijvoorbeeld 1 tiende is 10%. Dat zijn speciale percentages die je kunt berekenen. Ja. Ook 1 drie tweede is bijvoorbeeld 150%. Ja. Of 8 tweede is 400%. Dat is 4 gelijk aan 400%. Nu, omgekeerd kunnen we ook gaan berekenen. Er zijn bepaalde berekeningen, een half, 50% enzovoort. 150% 200 is enzovoort. Ja. Nu, omgekeerd. A is B% van A maal B gedeeld door 100. Want 60 is 20% van hoeveel? Dus A is B% van A maal B gedeeld door 100. Hier doe je 60 gedeeld door 50 maal 100. Dan krijg je, als je uitrekent, 120. Ja, dus 60 maal 100 gedeeld door 50. Ja. 90 is 60% van hoeveel? Dan doe je 90 gedeeld door 60 maal 100. Ja, die uitrekening krijg je 150. Ja. Dus 90. Hoe is 84? Is 70% van hoeveel? Dan doe je 84 gedeeld door 70 maal 100. Dan krijg je, als die uitrekening, 120. Dus 84 is 12 maal 100. Daarvoor krijg je 120. Ja, dus 84. 65 is 100%, 120% van, doe je 60 gedeeld door 120 maal 100. Dat is een half maal 100, dat is 50. Dankjewel, bye bye.